Hoi allemaal, ik heb vandaag een action shop vlog voor jullie. Ik maakte in het verleden heel vaak action shop vlogs. Toen had ik eigenlijk nog in mijn eentje en toen kocht ik gewoon heel erg vaak troepspulletjes. Omdat het mijn eigen huis was en ik kon het zo vol stoppen als ik wilde. Nu woon ik weer samen met Ruben. Weer inderdaad, ja. En ja, het huis zit gewoon heel erg vol. Ik heb mijn eigen huis moeten leeghalen en toen werd ik zeg maar geconfronteerd met hoeveel spullen ik wel niet heb. Dus voor dat soort dingen ga ik niet meer naar de Action. Dus ik vermijd de Action ook een beetje. Maar nu was ik op zoek naar een schoenenrek die ik over de deur kan hangen. We hebben er eentje van de Blokker van jaren terug. Ik wilde er nog een, kon het nergens vinden. Ik dacht, ik ga daar even kijken. Ze hadden het niet, maar ik zag wel heel veel andere spullen. En het zijn praktische spullen, dus misschien was het niet helemaal nodig. Maar het zijn best wel veel handige dingen, niet heel veel onzin dingen. Dus het is best wel een huishoudelijke shoplog. Ik dacht eerst, ik ga hem niet opnemen, want het boeit niet. Het is niet interessant, maar op Snapchat zeiden jullie dat jullie het wel heel leuk vonden. Mijn Snapchat is trouwens C-Blitzbloem. En daar vlog ik ook heel erg veel op, dus daar kun je me zeker toevoegen als je het leuk vindt. Ik wil hem eerst op Snapchat unboxen, maar jullie willen er graag een video van zien. Dus genoeg gekletst. Ik heb hier een hele tas vol. Hij was in totaal 55 euro. Heel veel spulletjes. Ik ga er lekker doorheen. Het eerste item dat ik kocht is ook meteen het item dat ik ga terugbrengen. Voor de rest ga ik waarschijnlijk alles houden, maar deze ga ik terugbrengen. Zoom ik even uit. Dat is dit doucherek. En ik dacht al van, hier zit het zeg maar op zo'n douche. Dus toen dacht ik, volgens mij heb ik niet zo'n douche. Maar misschien kan het wel, want je kan het sowieso over elke douche heen tillen. Want er zit een groot gat. Maar onze douchestang is zeg maar veel breder dan dit gaatje. Ik wil het gewoon even proberen. En ik zal even alle prijzen trouwens in de beschrijving zetten. Ik heb hier wel een bonnetje, maar dat is denk ik wat makkelijker. Op zich wel handig, want je hoeft niet te boren. Je hebt geen zuignap dingetjes. Dus als je een smalle douche hebt, is het wel handig. Maar bij ons is het super onhandig, dus die gaat terug. Het volgende heb ik al vaker laten zien in een shoplog als het goed is. Dat zijn deze kledinghangers. En ik gebruikte vroeger altijd de houten witte kledinghangers van IKEA. En toen dacht ik op een dag, wow, zulke dikke hangers. Weet je hoeveel ruimte dat inneemt? Toen zag ik deze bij de Big Bazaar, geloof ik. Want je hebt ze bij Big Bazaar en bij Action. En bij Action zijn ze 20 cent duurder of zo. Maar ze zijn heel vaak uitverkocht. Er was nu nog één setje bij de Action. Ik heb ook één setje later bij de Big Bazaar gehaald. Deze hangers zijn zo smal. Ik bedoel, kijk, stel je hebt een spijkerjack of zo. Die is wel vrij dik. Maar ik hang al mijn blousjes eraan. En op die witte haken nam het dan zeg maar zo. Ik moet ophouden met zeg maar. Nam het zoveel ruimte in. En nu zit het helemaal dicht op elkaar. Dit zijn echt heel erg aanraders. Plus het is zeg maar. Plus het is velvet. Dus je kleren blijven er goed aan hangen en zakken er niet af. Deze zijn 3 euro bij Action. Hele erge aanrader. Super chill. Voor trouwens 10 hangers. Iets wat wel leuk is. Tenminste leuk om te zien voor jullie. Wat dus niet zozeer praktisch is. Ook praktisch, maar ook heel cute. Is dit blik. Hij was heel goedkoop, weet ik. En ik zag hem. En ik vond hem helemaal leuk. Dit patroontje vind ik heel erg leuk. En ik dacht ook, Ruben zal hem ook vast wel leuk vinden. Ik heb hem in deze blauwe kleur. Ze hebben nu meerdere dingetjes met leuk blauw, roze. Zo'n soort van licht kleurtje erop. En dit blik wilde ik gebruiken voor mijn koffiecups. Want al die dozen nemen heel veel ruimte in. Ik heb een speciale houder voor mijn Dolce Gusto cups. Maar die wilde ik toen heel graag. En nu ben ik die een beetje zat. Dat zeg maar dat je al die cupjes in zo'n rijtje naar beneden ziet vallen. En dan helemaal zo rond, zeg maar. Zeg maar, dit is zo vermoeiend. Oké, vanaf nu ga ik elke zeg maar er gewoon uitknippen. Dus dat is het blik. En dat was super cheap. Hij weegt helemaal niks. Het is echt zo'n heel simpel blik. Maar ik wil een beetje meerdere soorten blikjes gaan verzamelen. Want dingen in blik vind ik heel erg handig. Alleen ik koop dan vaak allemaal dezelfde potten. En ik vind het eigenlijk wel leuk om allemaal verschillende te hebben. Dus heb je nog leuke tips voor dit soort leuke blikken? In wat voor stijl dan ook, wat voor formaat dan ook. Laat het zeker even weten. Deze is in ieder geval heel erg leuk. Dan hebben Ruben en ik een vergiet thuis van IKEA. Gewoon zo'n grote witte. Die vonden wij toen helemaal mooi. Maar die is niet met gaatjes. Het is geen zeef, maar het heeft een soort van streepjes. En bijvoorbeeld pasta of zo gaat er ook gewoon doorheen. En rijst is ook te klein, gaat er ook doorheen. Dus ook wel een andere zeef. Maar een zeef neemt heel erg veel ruimte in je keukenkastjes. Want het loopt helemaal rond. Dus ik zet het dan altijd onder meerdere schalen en kommen. Dus als je het wil pakken moet je het er helemaal uithalen. Helemaal niet praktisch. Ik had al vaker zo'n zeef gezien. En nu dacht ik, ja, deze ga ik halen. Kijk, hij is helemaal plat. En sowieso, de gaatjes zijn super smal. Hier gaat geen pasta of rijst doorheen. Dus dat is chill. En je doet zo. En je hebt gewoon een vergiet. Hij is niet heel erg groot. Maar nou, hier past makkelijk een 2-persoonsportie pasta in. Zelfs nog wel een 4-persoonsportie pasta. Heel erg chill. Hier is dus gewoon plastic. En hier heeft hij dus dat flexibele materiaalrubber. Super handig. Dus dit vind ik ook wel echt een aanradertje. Heel erg chill. Tegenwoordig drink ik heel erg veel koffie. Heel erg slecht. Maar ik heb een heel lekker koffieapparaat. En ik heb een hele lekkere opschuimer. En dan doe ik sojamelk. En een andere keer doe ik weer pumpkin spice latte maken. En een andere keer doe ik amandelmelk. Of wat dan ook. En dat vind ik heel erg leuk. Dus daardoor drink ik heel veel koffie. Super slecht. En ik heb een thermosbeker. Maar ja, die ligt ergens in de berging in een doos. En ik vond die ook niet heel handig. Dus ik ging even op zoek naar bij de Action. En je had voor 2 euro wel leuke.
Ook met dit dus, precies zo'n soort plastic randje. Alleen die zagen er niet heel stevig uit. Die waren 2 euro. Deze was 4. Aan de ene kant vind ik hem heel erg lelijk. En aan de andere kant vind ik hem super leuk. Ik heb hem al eens eerder ergens voorbij zien komen. Dit is zo'n thermosbeker die dus lijkt op een cameralens. En hij ziet er zo uit. Ik moet zeggen, mooi vind ik hem eigenlijk echt niet. Maar ik vind hem heel erg leuk. Hij is licht en hij is klein. Hij is zeg maar breed en klein. Dus hier past precies een kop koffie in met... ja, kleine latte macchiato. Iets meer dan een cappuccino. En wat ik ook fijn vind is dat hij echt van binnen de thermos achtergeeft. En die andere waren plastic van binnen. Best wel raar. Die had een thermos en daarin nog plastic. En deze, die... kijk, hij gaat niet heel makkelijk dicht. Want nu heb ik hem alweer scheef gedraaid. Maar hier zit wel een goede siliconen rand. En deze zag er gewoon het stevigst uit. En dit vind ik dan ideaal mee te nemen naar stage. Nu doe ik het steeds in van die glazen flessen die ik eerder ook had laten zien. Daar heb ik er nu weer eentje van gekocht. Want daar zijn wij helemaal fan van. Maar koffie in een glas... en een glazen ding is gewoon niet zo ideaal. Dus nu heb ik deze. En laat even weten. Vind je het leuk? Vind je het lelijk? Ik vind hem wel leuk. Ja, ik vind hem wel grappig. En de sluiting is trouwens... hij is nu open en dicht. En op zich, kijk, hij blijft ook wel dicht. Dus ik denk dat hij best wel oké is. Ja, ik kom vast nog wel een foto mee op Instagram. Want het is wel Instagram waardig. De grootste onzin aankoop is dit knuffeltje. Maar ik geef toe... stiekem zou ik zelf echt gewoon een bed vol met knuffels willen. Ik vind het zo schattig. Ik heb helemaal niet dat ik slaap met knuffels of zo. Dat zou ik gewoon zeggen als ik dat nog wel deed. Als je dat nog wel doet, ook niet erg. Deze was maar 1 euro en ik heb hem dus voor Bobby gekocht. Omdat ik het gewoon zo leuk vind als je een hond hebt en die heeft een knuffel. En onze poes lijkt echt op een hond. Dus deze is voor Bobby. En hij is ook nog klein. Dus hij pakt dan hier, deed het zo vast. En hier. En je hoort een beetje dit. Ik ga alleen wel opletten dat hij dus niet open gaat of zo. Er zitten balletjes in. Dus dat is een beetje... dangerous, maar hij is best wel stevig. En het was 1 euro, dus. Ook heel handig als je veel make-up op hebt om nooit zo je make-up weg te halen. Of om het even te blenden. Gaat steeds beter, hè? Met mijn contour. Mijn highlighter op mijn neus. En nu zit er make-up op mijn varken. Sorry, Bobby. Hij is te moe om net te rennen. Hij ligt daar. Oké, dan kocht ik... Coco Island, kokosmeel. Action heeft al best wel lange tijd van die healthy dingetjes. Altijd was er een beetje negatief, werd er over gepraat geloof ik. Van ja, is het wel echt healthy en zo. En dit is, als er biologisch op staat, sommigen zeggen het kan gelogen zijn. Ik heb het idee dat het dan echt wel biologisch is. En ik ben een beetje, ik had laatst ook een bananenbrood video gemaakt, alweer een tijdje terug. Had ik de ene keer doe ik het met havermout, dan weer met amandelmeel, roggemeel. Ik ben een beetje aan het experimenteren. En ik had al gehoord van kokosmeel, maar ik kon het niet echt inbeelden. Ik bedoel, het is gewoon... kokos verpulverd tot... zal ik even kijken hoe het eruit ziet? Grappig. Ja, dat kunnen jullie dan nu natuurlijk helemaal niet zien. Of wel? Ja, ik kan het wel zien. Het is net zo fijn als echt meel. En er staat ook van... als je dus hiermee gaat bakken... heb je echt 3 keer minder nodig dan normaal meel of zo. En dat zag er heel erg leuk uit. Het was niet zo heel erg duur. Want dat soort meel is vaak heel erg duur. En hier ben ik super benieuwd naar. Dus hier ga ik zeker mee bakken. En ik had ook nog kokosolie. Dat gebruik ik eigenlijk al heel lang. Maar was... we hadden hem open laten staan. We waren de deksel kwijt. En toen was er allemaal stof en zo ingekomen. En toen dan ben ik iemand die dat alsnog bewaart. En Ruud zegt, gooi het nu weg. Want het is echt super smerig. En ik deed ook wel eens op mijn gezicht en mijn lippen. Dus ik dacht, ik kan het wel bewaren. Maar nee, ik heb weggegooid. Ze hebben bij de Action een hele goedkope kokosolie voor 2 euro of zo. Zo'n grote pot. Maar ik zag ook van dezelfde lijn. Tenminste, dit is denk ik wel dezelfde lijn. Ja. Organische kokosnootolie. En hij is koud geperst. Geen idee hoe die andere oliën geperst zijn. Maar cold press is altijd goed. Dus deze wil ik ook nemen. Dus iets duurder, maar. Kleinere verpakkingen. Ik heb ontdekt, je kan beter soms... een kleinere verpakking is vaak minder voordelig. Biologisch is minder voordelig. Maar zo'n grote verpakking komt bij mij toch niet op. Dus hier ben ik blij mee. En ik zal hem even voor jullie ruiken. Oeh. Het ziet er heel anders uit. Alsof hij ook een soort van ijskristallen. En hij ruikt naar kokos. En wat ik, mijn ervaring met kokosolie... is dat het niet naar kokos smaakt. Heel vies om nu olie te eten. Hij smaakt naar kokos. Oké, dus stel je gaat hier je vlees in bakken. Heb je wel dat kokos. Heel erg een kokosmaak. Ik vind dat heel lekker. Maar bijvoorbeeld Ruud gaat dat denk ik niet zo lekker vinden. Hoe kan dat dan? Is dat dan als het heet geperst, als het dus verhit is. Zou dan doordat het zo heet is geworden de smaak verdwijnen? Ik weet het niet. Dit smaakt echt naar kokos. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik kocht ook kuppensoep. Dat heb ik al jaren niet gedronken. Maar ik heb vaak dat opkikkertje een beetje nodig. Gewoon echt dat 4 uur kuppensoep gevoel. Ook op stage. Zitten soms collega's noedels of soep te eten. En ik eet eigenlijk nooit kippensoep. Ik weet niet waarom ik deze koos. Maar laatst zei Jaquette. Hoi Jaquette. Zei laatst van je moet kippensoep drinken als je ziek bent. En ik dacht ik neem gewoon even deze kippensoep mee. Ik ken deze ook niet. Chinese kip.
Ik ken wel Chinese tomaat. 45 calorieën per mok. Volgens mij zit er wel heel veel suiker en troep en dat soort dingen in. 0,7 gram. Valt mee. En zout 0,9. Ja. Whatever. Kuppensoep. Ook envelopjes. Ik heb, als ik soms dingetjes opstuur voor een winactie, altijd die grote enveloppen. Dat is best wel zonde. Nu ga ik bijvoorbeeld binnenkort chokers opsturen. En dat kan makkelijk in gewoon een dun envelopje zonder bubbeltjes plastic. En een kleintje. Ik vond deze heel erg leuk. Ik had ze nooit eerder gezien. Het had allemaal verschillende patroontjes. Dit zijn 10 gewoon normale enveloppen. Ze zijn wel wat steviger dan normale envelop. Ja, wel stevig, maar verder niet dat er schuim in zit of iets. Het is gewoon papier. Deze vind ik heel erg leuk. En dan is het ook wat leuker dan gewoon een saaie witte. Ook nog een hele grote onzin aankoop, maar dit was nog minder dan een euro. Fotobooth card. En ik ben niet van plan om binnenkort een fotobooth, sorry trouwens voor mijn nagelak, een fotobooth te gaan doen of zo. Maar ik vond het ook leuk als knutselkaartjes. En ik vond de teksten erop heel erg leuk. Er zitten hele leuke stokjes bij. Er zitten 4 stokjes bij. En meerdere kaartjes. En volgens mij zijn ze op de achterkant wit. Ja. Kijk, mijn idee was... Hoe maak je het vast? Oh, nou. Ze zijn echt heel erg stevig. En als je dit ooit zoekt, ga naar de Action. Want ze zijn echt heel leuk. Ik wil een fotobooth doen, maar ik zou niet weten waarom. Kijk, hele mooie stevige kaartjes. En mijn idee was gewoon om dit als kaartjes te gebruiken. Als ik iets bij een winactie opstuur, dat ik gewoon zo'n leuk kaartje erbij doe met een leuke tekst. Maar ik heb ook zin om selfies te gaan maken nu. Heel erg leuk. Allemaal heel erg girly. Hier zie je alle die ik heb, maar er waren er nog meerdere. Dit is de meest girly versie die ze hadden. En laatst heb ik een pumpkin spice latte video opgenomen. En ik maak het sowieso wel vaker. En dan heb je vaak nog die pompoenstukjes als je niet een hele goede blender hebt. En toen ging ik het zeven met een kaasschaaf, omdat ik geen kleine zeef had en geen fijne zeef. Dus sowieso is het wel handig om zo'n klein zeefje te hebben voor dat soort dingetjes, want hier gaat gewoon niks doorheen. En hij is niet te klein, niet klein. Dus die. Ook kocht ik nog 2 messen. Het is heel erg handig om gewoon te investeren in hele goede messen. Doe ik niet. Ik investeer altijd in hele goedkope messen die ongeveer 2 maanden lang super scherp zijn en dan steeds slechter worden. Dat zal dit ook wel zijn. Maar ik ben wel een fan van kleine mesjes, vind ik toch fijner werken. Dus ik kocht deze 2. Ja. Oh, het is niet eens hetzelfde merk. Paring Ceramic. Ik denk dat ze wel scherp zijn. Ik ga ze niet voor jullie testen. Sorry. Dat is de fles waar ik het over had. We houden echt van deze flessen voor smoothies, voor water. Ze zijn super mooi. Ik vind ze heel erg Tumblr, Instagram goals-achtig. En heel erg goedkoop. Hier doe ik dus nu steeds mijn koffie in. Maar dat is... Het is beter voor koude drankjes, maar het kan wel. Het is nooit kapot gegaan. Ook nog voor bakdingen is heel vaak zeggen ze in bakrecepten van je moet het meel nog eventjes nazeven. Of bij pizza en zo. En daar is dit dus voor. Het was helemaal niet duur. Het neemt wel veel ruimte in voor iets wat je niet vaak gebruikt. Maar dan doe je dus zo. En dan blijven dus eventueel niet goed gezeefde stukjes hier nog in hangen. En het verschil met dit is dat je dan het zo moet doen. En dat is niet zo praktisch. En hier... Activeer je het, zeg maar. Dat het blijft bewegen. Dus die vond ik ook wel heel erg handig. Van Cuisina. Voor een nieuwe Taste and Try, waarin ik dus 3 dingen test en 3 dingen proef, heb ik deze gekocht. Ze komen me bekend voor, maar ik heb ze geloof ik nog nooit geproefd. En alles wat Oreo is, wil ik proeven. Balletjes. Yummy yummy. Dus die komt daarvoor in een Taste and Try 3 of 4, weet ik nog niet. Als je dat leuk vindt, abonneer je even en dan mis je die video's niet. Er staan nu inmiddels 2 Taste and Try's online. En ik vind het zelf een superleuke serie, dus... Ja, het zou leuk zijn als je die gaat kijken. En dan had ik nog iets voor een Taste and Try. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Van Lotus. Je hebt natuurlijk speculoos voor het brood. Je hebt die speculoos koekjes. En dit zijn rolls. Vast heel erg lekker. Vast super misselijkmakend. En dat je echt na een paar helemaal misselijk bent. Maar het is een speculoos in een rondje. En alles wat in een rondje zit, zoals die ander ook, vind ik altijd heel lekker. Ik weet niet, net als Maltesers en M&M's. Die komt ook in Taste and Try. Ik weet niet of het in dezelfde Taste and Try voorkomt. Maar die ga ik sowieso daarin testen. En ik kocht dit, maar ik heb het er al uitgehaald. Hier was ik heel nieuwsgierig naar. Magic Blue. Dit is, hier zit een plastic doosje in. Nee, een kartonnen doosje. Dit is een beetje de cheap variant. Want bij dierenwinkels heb je dus, ik heb het gegoogeld, echt een plastic doosje. Dit was gewoon een, die je kan weggooien, zeg maar. Een doosje met daarop, hij zit in de kattenbak, dus ik kan hem even niet laten zien. Een plakkertje, en die plak je aan de bovenkant van de kattenbak. En er zitten dus gaten in, zeg maar, dat er... Dat het er doorheen kan. En daar doe je 2 zakjes in die hierin zitten. Dat kost iets van 2,50. En dan blijft voor een maand lang worden je katbakgeurtjes gefilterd. Dit is bij een normale filter het effect. En dit is bij deze. En dan geloof ik altijd wel als ze dit erop zetten. Want ja, dat geloof ik altijd wel op zich. En wij hebben helemaal geen filter. Dus het verschil gaat dus van 0 naar dit. Hij zit nu in de kattenbak.
ongeveer 15 uur, denk ik. En ik ruik serieus de kattenbak niet. Maar ik kan me nog niet echt mijn eerlijke mening erover geven. Als het echt geweldig is, dan zal het waarschijnlijk op mijn Instagram verschijnen als tip van dit is heel erg goed. Maar ik heb het gevoel dat het wel echt werkt. Het is ook wetenschappelijk bewezen, dat soort dingen. Allemaal dierenwinkels verkopen het ook. Alleen hier is het dus veel goedkoper. Twee van deze zakjes krijg je erbij. Daar zitten die soort van zakjes in die soms ook in, weet je wel, van die houdbaarheidszakjes, van die giftige. Daar lijkt het een beetje op. Het lijkt ook een beetje op van die robijn geurzakjes. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Nog wat voor de kattenbak is deze smell spray. Die spray je in je kattenbak en dat haalt ook de geurtjes weg. Staat er dus niet minder, maar weg. Eliminates de geuren. Dit is de wekker dat ik al een kwartier weg moet. Oké. Deze heb ik erin gespoten. Ik ben zelf bijvoorbeeld, stel iemand heeft gepoept of zo op de wc, een mens. En die spuit wc-spray, dat vind ik vies. Ik ruik liever gewoon poepgeur dan poep met iets lekkers. Net als baby's, als ik een luier verschoon, ruik ik liever nog gewoon die poep dat ik mijn neus dicht heb. Sorry voor deze info, maar dan dat ik die poep ruik en zwitsel. Dat vind ik zo smerig. Maar deze geur, sluit het hierop. Het is niet zoet, het is niet een zeeverfrisser. Het is, zeg maar, het ruikt een beetje naar katoen en linnen. Zo'n soort geur. Ik kan niet echt heel goed zeggen of ik dit heel goed vind. De kattenbak stinkt echt niet heel erg nu. En we hebben er twee en maar in één kattenbak zit dat dingetje. Dus het zal pas wel een beetje helpen. De katten vinden het ook niet vervelend, want toen ik erin spoot, gingen ze er direct in. Dus het zal vast wel een beetje effect hebben. Dan kocht ik ook deze. Het was de laatste in deze kleur en er zit geen verpakking meer omheen. Maar dat zit dan in zo'n rolletje, ligt het. En dit is zo'n bakmat. Hij is dus alleen super smerig, maar dat ga ik gewoon afspoelen. Van siliconen. Hier kan je dus op bakken. Dus stel je bakt iets. En dan kan je het ook meteen hiermee in de oven zetten. Maar ook als ik aardappeltjes in de oven doe, hoef je het niet meer op bakpapier te doen. Dat vind ik altijd zo gedoe. Dan moet je het helemaal scheuren en zo. Hij is alleen wel groot. Maar je kan hem in principe ook zo leggen en dubbelklappen. Ik vond het wel super handig en ook heel erg leuk kleurtje. Ik heb hier nog nooit mee gewerkt, maar ik denk dat het heel erg goed is. Heeft iemand dit? Laat het even weten. Want ik had dat nog nooit echt gezien ofzo. Dus laat het even weten. Vind ik leuk. Ook kocht ik een anti-condens spray. Wij hebben vaak in onze auto dat het ineens helemaal beslaat. Dus dit ga ik gewoon in de auto liggen. En hopelijk werkt het. Zal vast wel effect hebben. En ik kocht ook 3 tandenborstels. Ze hebben allemaal merken. Maar dan ga ik toch het liefst voor zo'n A-merk. Want het is toch super goedkoop. Voor Ruben en mezelf heb ik allebei deze. Die heb ik al vaker gehad. Met ook van die scherpcellalo. Rubber ertussen en tussen je tanden gaat en zo. Hij is ook best wel hard. Die is gewoon prima. En ik wil ook nog deze even uitproberen. Met een beetje ribbeltjes. 3 tandenborstels. En een ramenkrabber. Want gisteren was de eerste dag dat mijn raam helemaal was bevroren. Want ik heb nog nooit meegemaakt sinds ik een eigen auto heb dat het gaat vriezen. En nu heb ik een krabber. En dit was je had 3 soorten krabbers. Dit was het duurste. With light. Ice scraper with light. No. Oh my god. Ik moet het nu weten. On off. Ja! Ha! Wat heb je hier gedaan? Als je in de nacht gaat rijden en het is nog pikdonker, dan heb je er licht bij. Daarom is die duurder. Oh, nou ja. Whatever. Het was nog niet eens een euro, geloof ik. Dan zijn we er bijna. Ik heb een afwasborstel. Ook de duurste. Ik weet niet waarom ik ineens van alles de duurste wil. Maar deze leek me chill en hard en rond en plat en leuk gekleurd. Ook heeft Ruben laatst onze overhandschoen dingen weggegooid. Want wij zijn echt mensen die dat dan heel lang bewaren omdat ze te lui zijn of vergeten om nieuwe te halen. Er zat gewoon een gat in. Dus soms pakt hij iets uit de oven en verbrandde je letterlijk je hand. Deze waren ook heel erg cheap. En ik vond het een leuk kleurtje. Be happy. Met ook zo'n dingetje. Dus dan kan je zo. En dat andere dingetje zo. En dan pak je iets uit de oven. De lekkerste kaars op aarde. Ook lekker cheap. Bij de Blokker of zo is het veel duurder. Ik weet niet of het echt naar vanille ruikt. Maar het ruikt heel erg als die vanillekaars van Primark. En dit is echt hemels, deze geur. Ook super sterk. Dus dit is perfect bijvoorbeeld tegen die kattengeur. Als ze weer hebben gepoept. Wat we nu nooit meer ruiken doordat we goede kattenspray hebben. Deze is super, super chill. Wel heel erg sterk. En dan nog 3 dingetjes. Tic Tac. Pina Colada. Ik had laatst ook in Taste and Try een bubble of een lippenbalsem met pina colada die hemel was. Ik ben heel benieuwd naar deze. Ik weet niet. Vinden jullie dit leuk als ik het zeg maar test in een Taste and Try? Of is dit te simpel om helemaal die video te testen? Misschien kan ik dit gewoon als extraatje doen. Dat ik dan bijvoorbeeld 4 dingen proef. Bedoel ik. Niet test, maar proef. Laat weten of jullie dat leuk vinden. Of dat je denkt, nou, dat is niet boeiend genoeg. Dit potje. Ik doe me heel erg denken aan het potje dat mijn oma. Mijn oma had altijd dit soort dingetjes. Heel oudbollig. Maar ik vind het heel erg leuk. Vinden jullie dit leuk? Ik vind het leuk. Voor wat dan ook. Sieraden, dingen. Gewoon leuk. Ik heb heel veel van dit soort potjes. Allemaal verschillende potjes naast elkaar.
Heel schattig. En het allerlaatste. Ik dacht dat Ruben let zei dat de ruitwisser vloeistof op was. Maar dat was niet zo. Het was mijn moeder die dat had gezegd. Maar goed, dit is Carsprint Winter Screen Wash. Ruitensproeier vloeistof speciaal voor de winter. Maar Ruben zei, dat heb ik al. En ook nog eens heel erg veel. Dus misschien als ik douchedingen terugbrengen, breng ik deze ook terug. Ik ga even kijken of het duur was. Anders bewaar ik hem gewoon. Misschien heeft mijn moeder het nog nodig. Met citroengeur. Dit was mijn shoplog. Oké, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie hem helemaal hebben afgekeken. Dat jullie vonden dat ik er lekker snel doorheen ging. En dat het niet langdradig was. Want het heeft al lang geduurd. Ik ben nu 25 minuten aan het filmen. Dus laat even weten of jullie het leuk vonden. Ook al waren het niet heel veel leuke items. Maar veel huishoudelijke dingen. Op zich waren het nog best wel leuke dingen, denk ik. Als je hem leuk vond, doe alsjeblieft even de duimpjes omhoog. Dat vind ik heel erg fijn. Het geeft mij toch weer een gevoel van ja, ze vonden het echt leuk. Ook de stille kijkers die nooit commenten, doe dan even de duimpjes omhoog. Het zou super leuk zijn. En comments vind ik echt heel erg leuk. Ik lees alles en ik reageer ook op veel. En vaak zit ik gewoon echt te reloaden om te kijken of ik weer comments heb. Ik word er echt blij van. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. Dat zou ik natuurlijk ook heel erg leuk vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende video in het weekend. Want dan plaats ik mijn video's. En soms een extra video. Wie weet. Oké, bedankt voor het kijken. Doei!